Hey, ik ben Melle. Toen ik 14 was, kwam ik erachter dat ik heel veel voor dat leven wil. Maar omdat dit allemaal nog moet gebeuren, leef ik elke dag met de stress dat het er nog niet is. Dus het ga ik op toepassen. Oké. Hoi, ik ben Bob. 3 jaar geleden veranderde alles en stopte ik met mijn baan, mijn relatie en jarenlange therapie. Parkour, bitch. Ik wilde de regie terug over mijn leven, maar bleef achter met honderden vragen. Game wordt een feit. Melle en ik hebben elkaar gevonden in onze uitdagingen en dromen. Maar weten dat er honderdduizenden zijn zoals wij. En nu nemen wij jullie mee in onze zoektocht naar geluk. Volgens mij ben ik serieus bijna een jaar lang niet Amsterdam uitgegaan. Veel van ons leven in de stad, maar onderzoek wijst uit dat dat niet super goed is voor je mentale gezondheid. Maatje, wat een eer. Ja, man. Mensen die in de stad wonen hebben vaker last van depressies, angststoornissen en verslavingen. Hey. We zijn wel afgezakt van de Tesla naar dit. En daarom besluiten Bob en ik onszelf te dwingen om zonder prikkels in de natuur te zijn. Alsof dat zo moeilijk is. We slapen in een tent. Nee, we slapen in de buitenlucht. Doei! Dat vind ik wel zo'n heel interessante vraag. Wat is natuur? Dingen dat niet is gemaakt door de mens. Maar een mens is toch ook natuur? Onderweg krijgen we van Aljo de coördinaten van de plek waar we elkaar ontmoeten. Het ligt in the middle of nowhere. Aljo is een bushcrafter. Hij helpt mensen te ontsnappen uit de chaos van het dagelijkse leven. Nou, welkom. Dankjewel. Goed hier te zijn. Ja, goed dat jullie er zijn. Ik heb echt wel wat zin in. Ja, goed. Let's go, jongens. Yes. Kijk uit voor het prikkelbraak. Ja. Moet ik ook wel uitkijken voor teken en bloedzuigers en zo hier? Nou ja, jij bent de enige, denk ik. Lul toch niet? Ik heb al gelijk minder stress en zo, Bob. Ja? Nee. We gaan beginnen. We hebben geen idee wat ons te wachten staat. Wow. Holy shit. We krijgen nu veel meer prikkels dan vroeger. Je telefoon is daar een groot onderdeel van. Deze moeten we dus inleveren bij Aljo. Gewoon helemaal uit. Ja. Geen stralingen. Ik weet al niet eens meer hoe dat moet. Nee. Oké dan. Mooi hier. Video. Als je hier naartoe gaat en je gaat hier een aantal dagen zitten, ja, dan word je geconfronteerd met jezelf, ja, met stukken waar je normaal misschien omheen kunt. Ja. Waar je afleidingen kunt zoeken in drinken, blowen, roken of je telefoon. En die is er hier niet. We proberen uit Aljo te krijgen wat we gaan doen, maar hij laat niks los. We krijgen stiekem van productie te horen dat hij gaat kijken naar waar onze pijnlijke punten zitten. Oh ja, we moeten spullen move inderdaad. We gaan helemaal niet hier. Dit is gewoon zeg maar de surrounding space om gewoon met te praten, met je innerlijke yourself te zijn, weet je wel? Ja. Hey, ik begin wel een beetje in te kozen. Ja, ja, ja. Is dat jouw wagen, Aljo? Ja. Dik. Ook vibe, hoor. Ja, wel een vibe. Een crib. We gaan nu kijken waar we de aankomende 24 uur allemaal verblijven. En volgens mij komen we zo meteen ook bij onze plekken waar wij moeten slapen vanavond. Dit is jullie keuken. Oké, wauw. Vanavond kun je hier koken. Jullie krijgen gewoon een krat met voedsel. En dan mogen jullie zelf gaan kijken. En dan gaan we naar jullie slaapplekken. Doe maar niet. Sorry, man. Dit is één van jullie slaapplekken. Jullie mogen kiezen wie hier... Maar we gaan niet samen slapen. Of willen de full experience en hier eentje slapen? Dan word ik bang, denk ik. Oké, okay, jij zegt ook apart. Qua quest is het mooiste dat je apart een echt zelf leeft. Oké, okay, dan doen we dat. Ga je wel missen, bro? Ja. Oké, okay. Ja, nee, ja, we zijn hier voor de... We zijn hier voor de sessie. Ja, we moeten wel serieus nemen, maar we kunnen het gewoon samen doen. Wat wil je dan, stiekem of zo? Ja. Stop. Gewoon heel stiekem, moet het niet zeggen tegen hem. Aljo heeft door dat Melle aan het kloten is om iets op afstand te houden. Hij heeft een plan. En als je ontspannen genoeg ligt, mag je je focus even... Leg op je adem aan, leg op je vastnacht. Na de meditatie haalt Aljo ons uit elkaar en we krijgen de opdracht om in absolute stilte onze slaapplek in te richten. We weten niet wanneer we elkaar weer zien. Ik ben nu 19, maar ik heb best wel heel veel moeite met ouder worden. Bepaalde dingen zijn gewoon weg die gewoon niet meer passen bij je leeftijd. Wat is water toch lekker?
ik ben al heel erg in mijn hoofd aan het reizen over bepaalde onderwerpen. Maar ik heb een hutje gebouwd. Dit is mijn crib. Kan ik dan lekker kijken. Heb ik nu moeite met alleen zijn? We kunnen wel lekker op avontuur gaan. Ik zou nog wel iets van een kampvuurplek willen maken. En een soort van een hut met hout willen maken en bladeren. Ik zou graag allemaal goede bladeren. Waar je een soort van wat extra mooi en extra soort van regen tegen kan houden. Dus ik ben gewoon niet nu in dit moment aan het leven. En dat is, als je niet uit kan schakelen, is dat gewoon killing, man. Zo lang mijn mond gehouden dat ik met mijn gezin meer heb om te praten. Na uren alleen mogen we elkaar weer even zien. Aljo geeft ons de opdracht alleen vanuit het hart te spreken. Voor Mel is dat moeilijker dan voor mij. Maatje. Hey vriend. Het is super wel. Ik vind het gewoon een beetje zenuwachtig om jou te zien. Ik heb precies hetzelfde, man. Ja? Ja. Bij een box. Ik vind krat bedoel je? Nee, ik wil gewoon een beetje muziekje op. Nee, dat hebben we niet. Oké. Okay. Ja, maar we hebben echt veel vliegen, man. Ja, dat ben ik ook nog wel mee. Want ik dacht, ik heb niet... Joeie, ik heb... dit is dus best wel bullshit, vliegen en zo. De opdracht die jullie hebben gekregen is om alleen dingen te delen vanuit het hart. En niet de dingen die je hebt gedaan, maar de dingen die je hebt gevoeld. En als je daar nu niet over wil praten... Ik mag niet zeggen, zullen wij dit hout nu gebruiken voor het vuur? Nu wordt het echt zweverig, man. Dat ik nu niet mag praten, omdat het dan niet... Wat zou je willen delen dan? Nee, daar ben ik zo grijnig van. Waarom? Vind ik onzin dat ik niet nu met je mag praten, omdat ik dat dus... Je mag wel, maat, maar er gebeurde wel iets bij mij net. Ik kwam van een heel onrustige situatie in mijn kop. Ben ik naar iets gegaan waarin ik ineens... En ik denk vanuit dat wat hij bedoelt is dat je niet leegtes gaat proberen op te vullen met... Dat is toch wel alleen een geforceerd stil zijn. Nou ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Want je kan ook gewoon met elkaar bespreken hoe je met elkaar iets wil aanpakken. En dan alsnog in een headspace blijven van, dit heb ik net meegemaakt, dit heb ik net gezien. We worden weer uit elkaar gehaald. Ik krijg de opdracht om in mijn tent te blijven. Mello, goedemiddag. Hoe voel je je? Ja, nou ja, mijn angst voor ouder worden komt heel erg omhoog. Ja? Heb ik gemerkt, nu ik hier lig. Ja. Of het idee dat ik niet meer terug kan, maar wel naar voren kan. Ja, het zal heel snel gaan. Ja? Ja. Had je dingen anders willen doen? Uiteindelijk heb je alles met een reden gedaan, dus ik vind dat je spijt moet krijgen voor... Ja. Is dit een hoofdding of voel je dat ook echt? Ja, het is wel weer een hoofdding. Ja. Zou jij straks een brief aan jezelf willen schrijven, maar vanuit de 5 jaar oudere ik? En vanuit daar schrijf je een brief aan degene die hier nu zit. Oké. Okay. Hij was, dat hij even over een aantal dingen aan het nadenken was. En dat ging eigenlijk over praktisch. Ja. Alleen er zat iets wat over zijn persoonlijk stuk ging. Ja. Daar werd hij echt geraakt, maar dat moesten we omheen. Ja, dat is interessant. Ik ben helemaal op mijn plek in de natuur. Ik omarm de insecten en de bomen. Hey Bob, hoe is ie? Ik besef me dat dit... wel heel puur is. En dat ik niet altijd zo puur leef. Tja. Ik was zo aan het ronddwalen hier zo. En dan... Pak je een takje op en je beweegt het wat. Ja, zo moeilijk is het al niet. Nee. Ja, het is ook heel zin om de hele tijd heel dicht bij de grond te zijn. En ja. Bomen aan te raken en zo. Mooi, hè? Ja. Zo maf hoor. Ja, hè? Ja. Als je eruit kunt blijven dat je hoofd daar constant wat van vindt. Ja. Weet je dat dan? Ik ga het proberen. Ja. Zie je straks. Joe. Ja? Dankjewel. Top. Zo. Het is etenstijd. Als we weer bij elkaar komen, zie ik een andere Melle. Maar ik ben nu wel weer in mijn hoofd heel erg bezig met dingen. Met wat? Ja, ik niet zo goed. Met veel dingen. Gewoon met niet specifiek, maar ik ben niet nu hier in het nu aan het leven. Hmm. In Amsterdam dan
zie ik gewoon vaak dat ik ervan verdwijn in de lusten. En achteraf dan voel je gewoon kut en denk je, hoe kan dat nou? Ja. Want ik heb eigenlijk een leuke tijd gehad. Maar ik heb er niet optimaal van kunnen genieten. Trouw aan jezelf blijven vind ik ook wel heel lastig hoor. Constant moet je gewoon omschakelen van, oké, is het wat ik wil? Ja, ben ik me aan het aanpassen, ja of nee? Ik ben aan het aanpassen. Dat herken ik heel erg, man. Voor mij is het nu echt gewoon een soort van lijp progressie, man, wat ik hier gedaan heb. Het is echt een soort van klop op mijn schouder. Ja? Maar? Beetje spicy. Ja, is het erg? Oh, wacht even, dat weet ik nog, ja. Je kan geen spit... Is het zo erg? Ja. Kut. Hele avond eten verneukt voor jou. Eerder zeg maar, waren we een beetje aan het kutten en toen kregen we opmerkingen. Dat vond ik... Ik vond het echt kut. Zo van, we moeten even normaal doen. Ja. Als blijf je natuurlijk zitten in een dynamiek die wij ook met elkaar kunnen hebben. En dan had ik dat wat ik net beleefde niet beleefd. Nee, het was goed dat ze dat zeiden. Na het eten moeten we direct naar het kampvuur komen. Een open plek in het bos. Als we zitten merk ik dat ik Mel en Aljo wat wil zeggen. Wat een vibe hier dit. Het confronterende vind ik dat als je hier zo in de natuur bent, je heel duidelijk voelt dat die natuurlijke manier van leven, zo dicht bij jezelf, waar eigenlijk niets hoeft, gewoon alleen maar zijn, dat dat eigenlijk voldoende is. Want dat betekent dat al het andere thuis, als je echt eerlijk bent naar jezelf, er niet toe doet. Wat ik vroeger het allerengste vond, is dat ik altijd zo bang was voor dat ik me zo voelde en dat ik niet wist wat ik wilde, daar kreeg ik paniek van. Langzamerhand kwam ik erachter dat ik eigenlijk nooit op deze manier zo lang achtereen met mezelf ben, zonder onderbrekingen. De tijd vliegt voorbij en het wordt al donker. Maar het gaat er mij om dat ik soort van er alles uit haal en het gewoon een soort van alles behalve normale leven ga krijgen, zeg maar. Aljo merkt dat ik weer te veel in mijn hoofd zit en is benieuwd wat ik naar mezelf heb geschreven. Hij vraagt mij om mijn brief voor te lezen. Lieve Mel. Ik hoop dat je nu je wat ouder bent een beetje lief bent voor jezelf. Je wil waarschijnlijk nog steeds te veel van het leven en dat is goed. Maar niet alles hoeft tegelijk. Als je dicht bij jezelf blijft en je hart volgt, weet ik zeker dat alles op zijn plek valt. Wil je wat voor me doen? Blijf alles uit het leven halen. Dat vind ik namelijk een van onze mooiste eigenschappen. Ik ben trots op je. En ga lekker genieten, later. Ja, cheers, ja, toch? Man. Heel mooi. Ja, man. Pas hetzelfde, toch? Ik snap niet helemaal wat de bedoeling is dat we dit doen. Maar ik lig veel liever hier gezellig dan in een bos in mijn eentje. Come on. Ik snap dat. Toch? We zijn diep gegaan, laten we nu lekker genieten. Juist, man. Dat is hoe we leven. Slaap lekker. Naar water hier. Goedemorgen. Melle is geland. En ik heb het idee dat hij misschien wel langer wil blijven. Maar Aljo, ik hoorde dat jij al een beetje soort van ingeschat had dat Bob en ik bij het kampvuur zouden slapen. Ja, eigenwijs dat een negatief iets is. Ja. Maar je eigen wijze doen, dus juist, ja, buiten de gebaande paden, die is eigenlijk veel belangrijker. So, this is a douche, man. If you talk about douche, this is the one. Dit is echt zo'n ding waar dan bloedzuigers in zitten. Ja, maat. Ik doe mijn hoofd er gewoon even onder. Wat dacht je daarvan? Nee, je moet douchen. Helaas moeten we weer terug naar huis. Terug naar de stad. Ja, ik vind het wel lekker om even goor te blijven. Doei! Hopelijk kunnen wij vasthouden wat wij hier allebei op onze eigen manier vonden. Ja, ik ga het... Ah, oh, tering hond. Hoe is hij? Het is koud, grapje. Ik geef me gewoon over aan die smerigheid, weet je toch?